Want hier zijn ze dan eindelijk. Het schoolbordconcert. Samson en Gert, goedenavond. Hallo, oh wacht, dit gaat beter. Hallo, sorry, ik had je microfoon nog niet aangezet. Ja, hoe lang zit je daar nu al, Tom? Het wordt tijd dat ik naar huis ga. Ja, dat wou ik net zeggen. Je zit er volgens mij nog niet zo lang als dat het eruit ziet, zal ik zeggen. Je zit trouwens mooi achter. Had je ooit verwacht dat je nog een beroep achter glas zou uitoefenen? We zitten in gescheiden hokken, want jullie zijn daar al zo mooi klaar om op te treden. Je kan dat ook bewonderen via mnm.be. Ja. En the people go crazy. Samson en Gert, als ik nu één ding mag zeggen, dan is het dat jullie na 25 jaar... Ik wist niet dat het kon, maar jullie zijn nog populairder dan toen ik een klein ukje was. Oh, en dat is al heel lang geleden, veronderstel ik. Dat is al behoorlijk lang geleden. Ik heb nog het verschijnen van jullie allereerste singeltje, maar nog het LP'tje. Dus zo'n zwarte geperste plaat heb ik nog bewust meegemaakt. Ik heb dat nog thuis. Dat is nu heel veel geld waard. Ik had het moeten meebrengen eigenlijk, inderdaad. Zeg, beste vrienden, hoe gaat het met jullie, Samson en Gert? Want 25 jaar samen. 25 jaar samen ook al de hort op met shows en zo. Jullie hebben grote plannen om dat te vieren, hè? Het is te zeggen, wij staan terug in Plopsaland deze zomer vanaf 20 juli. En de kerstshow die staat ook helemaal in het teken van 25 jaar Samson en Gert. En we hebben ook een nieuw liedje. En we zijn eigenlijk een gelukkig koppel na al die jaren. Mooi, hè? Samson, 25 jaar lang vrienden blijven met elkaar. Wat is het geheim? Hoe doe je dat nu? Maar dat is heel makkelijk, hoor. Dat is gewoon vrienden blijven, hè. En elk jaar een goede verjaardag vieren. Ja, een goede verjaardag. Een verjaardag, inderdaad, Samson. Ja, mekaars kleine kantjes ook leren appreciëren. Ja. Dat is wel schoon. Wat is het kleinste kantje van Gert, Samson? Maar Gertje heeft geen kleine zwantjes. Nee, ik heb geen kleine kantjes. En het is ook beter dat daar op de radio niet over wordt gesproken. En wat is de kleinste kant van Samson, ja, Gert? Ja, ook dat is iets wat ik liever tussen ons hou. Want dat zou veel van de magie kunnen wegnemen. Mensen kunnen hier naar jullie kerstshow komen en dan zelf de kleine kanten zoeken. Hè. Dat is in december in het Plopsa Theater in De Pannen. En in Hasselt ook. In januari gaan jullie helemaal naar de andere kant van het land. 8 en 9 januari zitten we in Hasselt. De Etias Arena. Ja, zeg, klopt. En dan Samson, als artiesten optreden, dan hebben ze altijd zo... vereisten, de rider zoals dat heet, voor in hun kleedkamer. Wat mag er bij jou zeker niet ontbreken? Nou, bij ons moet er nooit iets verrijzen zo. Nee, wij zijn eigenlijk heel bescheiden artiesten gebleven, beste Tom. Ja. Wij zijn gelukkig met elkaar. Een hondenwei in de buurt misschien. Ja, zeg, straks gaan jullie voor ons zingen, maar eerst is er nog Eva de Man uit Zwevegem, die we net aan de lijn al hadden. Ja. Eva, je had ook een vraag voor Samson? Ja. Ja, zeg maar. Ja. Samson, kan je een slurfhondje nadoen? Kan Samson een slurfhondje nadoen? Samson? Maar natuurlijk, zeg. Slurf. Een slurfhondje. Ik weet ook trouwens niet wat ik me daar moet bij voorstellen. Een slurfhondje, dat is onze mascotte hier bij Marathon Radio. En dat klinkt ongeveer zo. Oh. Doe eens een poging, Samson. Heel vreemd, de handen van Tom verdwijnen plots onder tafel als hij dat doet. Ik vind dat zo'n schoon slurfhondje. Marathon Radio. M-M-M.